Nederland is van oudsher een land van ondernemers. Zoals Anthony Fokker, die zijn eigen vliegtuigen ontwierp en met de KLM de wereld opende. Andere voorbeelden zijn Stork met de industriële motoren, Philips met de fabrikage van de gloeilamp en vele andere ondernemers die met hun technologische producten pionierden en Nederland groot maakten in de wereldeconomie. Tot op de dag van vandaag vormt de technologische industrie de ruggengraat van de economie in Nederland. Duizenden grote en kleinere Nederlandse ondernemingen bedenken, ontwikkelen en produceren in hoog tempo specialistische technologische producten. Dankzij het hoge kennisniveau van onze technici blijven wij op kwaliteit de concurrenten een stap voor. Zo worden met Nederlandse innovaties wereldmarkten veroverd. Want alleen door te blijven innoveren kunnen we zaken blijven doen. De Nederlandse technologische industrie biedt specialistische oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals een betaalbare en kwalitatief betere gezondheidszorg. We dragen op vele manieren bij aan oplossingen op het gebied van de vermindering van energieverbruik en verbetering van de mobiliteit. De technologische industrie heeft een ijzersterke positie en genereert bijna 20% van onze directe export. Onze producten worden dan ook wereldwijd toegepast en gebruikt, in alle denkbare vormen. We dragen bij aan de werkgelegenheid. Maar liefst 12% van de Nederlanders werkt in de industrie en alleen al de FME-leden bieden ruim 250.000 mensen een vaste baan. De industrie is behalve een belangrijk werkgever ook een aantrekkelijk werkgever met legio carrière-mogelijkheden. Dankzij de inspirerende rol van scholen en met de internationale voortrekkersrol van onze universiteiten wordt onze kennis vergaard en vergroot. Uiteraard gebeurt het ook binnen onze bedrijven zelf. Gecombineerd met creativiteit worden zo spannende nieuwe producten ontwikkeld. Het mag duidelijk zijn dat de grote verscheidenheid aan kennis en producten, gebundeld in de Nederlandse technologische industrie, voorwaarden zijn voor het behoud van onze welvaart en ons welzijn.